Wel alvast naar Italië, want bij Bologna speelt tegenwoordig Mitchell Dijks. En Mitchell, goed dat ik je een keer weer spreek. Hoe gaat het daar in Italië? Ja, gaat top hier wel. Nou, ik las dus, en daar schrok ik een beetje van, dat jij zelfs even hebt gedacht om te stoppen met voetballen. Hoe zit dat verhaal? Ja, ik kwam hier transfervrij, kwam ik over. En ja, Italiaans is niet echt mijn ding. Ja. Dus ja, ik kende de taal niet. Oh, dat is wel een vraag. En ja, ik kwam eigenlijk in een heel vreemd land. En ja, dan ga je spelen. Nou, niemand kan je verstaan. Dus ja, het is gewoon heel erg lastig. Maar was dat zo lastig dat je dacht van, ik kap ermee? Ja, op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van, nou, dit wil ik niet eens meer. En ik wil stoppen, dus ik had mijn zaak alleen maar elke dag aan de lijn. En hij zei, ja, mens geduld houden, het komt. En ja, nu heb ik een Italiaanse les. En ja, de punten nu stromen binnen. Dus nee, ik ben een gelukkig man nu. Nu ben je weer happy op het veld. Nou, heb ik begrepen ook dat jullie hebben morgen volgens mij een belangrijke wedstrijd, hè? En de trainer heeft ervoor gekozen om 9 spelers rust te geven. Ging niet helemaal goed, want jullie verloren die wedstrijd. Baal jij dan of niet? Nee. Ja, ik baalde enorm. Ik had hem uitgescholden in het Nederlands. Nee, maar ja, als speler wil je altijd spelen. En ja, als je dan in zo'n flow zit, ja, wil je gewoon alles spelen. En ja, als je dan verliest met 4-1... Ja, ik kreeg heel veel berichtjes van mijn vrienden van, ja, wat is dit nou? En 4-1. Ja, we hebben de punten gewoon hard nodig. Ja, en dan morgen kunnen we gelukkig ons herpakken. Nou, je hebt niet de minste trainer daar gehad. Inzaghi had je daar, Michailovic is het nu. Die punten kun je pakken. Ja. Aan tafel ook Andy van der Meijden. Ik zag dat je bij hem in de auto zat. volgens mij doet het gezellig, Andy. Ja, dat is top gewoon. Ja? Lekker gewoon, lekker. Hij praat gewoon en ja, weet je, mooie verhalen. En... Ja, maar ik krijg maar 4 minuten hier, want ik wil eigenlijk lekker praten. Eindelijk Nederlands. Ja, wij hebben dat liever niet, Michel. zie je jezelf nog terugkomen naar Nederland? Of heb je de smaak wat te pakken nu in het buitenland? Dat je denkt van nou, dat avontuur smaakt wel naar meer. Nee, smaakt zeker naar meer. Dus nee, ik blijf lekker in het buitenland. Nou hebben jullie met Bologna ook tegen Juventus gespeeld. En je kan die ploeg dus heel goed beoordelen ook. En je kent Ajax ook goed. Hoe zie jij de kansen, Mitchell? Ajax maakt een grote kans. Grote kans, want we hebben natuurlijk de laatste wedstrijd, of de laatste keer tegen Juventus gespeeld. En ja, we kregen heel veel ruimte. En ja, heel vaak in Italië is het zeg maar, als we dan spelen en in de counter of iets, gaan ze heel vaak heel snel inzakken. En je kan heel snel tussen de linies kan je spelen. En ja, ik denk als zeg maar Ajax zo speelt als tegen Real Madrid, ja, maken ze een hele grote kans. Met of zonder Ronaldo? Ja, dat heb ik geen idee. Die zit nog in de broekzak bij mij, hè? Klaar. Hey, laat hem nog even zitten. Ja, laat hem even zitten nog. Een paar weken. Nee, maar even serieus, hè. Ik moest met de corner moest ik hem verdedigen. Ja. Ja, tering, hè. Dat is wel echt een monster, hoor. Moest je hem achtervolgen steeds? Was het hel? Nee, dat niet. Nee, maar met de corner moest ik hem dekken. En ik kwam een keer tegen hem op. Nou, daar loop je wel tegen iets op, hoor. En hij kan lekker koppen, hoor. Ja, hij kan niet koppen. Hij kan niet koppen, ondanks zijn lengte. Daar staat hij voor bekend. Ja, Andy, kom jij maar een keer langs in Bologna. Ja, hij denkt dat jij het bent, mooi. Ah, joh, ik kan helemaal niks van, joh. En Mitchell, nog één ding. En hou die telefoon een beetje stil, want we worden dronken van je. Oh, sorry. Als je in Italië denkt, als je in Italië de naam Edgar David zegt, wat gebeurt er dan? Ja, wat gebeurt er dan? Dan ren ik snel weg.
het beest van Italië. Jij bent echt grappig, man, Mitchell Dijks. Ja, top, gast. Hij is echt leuk. Sta je morgen in de basis? Yep. Ja. 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 We kunnen gewoon doorgaan. Ja. Moet je niet naar bed? Hey, het is 10:55. Hey, serieus, ik heb echt de focus hier al, hè? Oh. Hé, hey, maar zit je nou... Volgens mij moet je elke week bellen met Mitchell Dijks. Ja, maar dat is top. Ik zweer het je, die gaan is echt goed. Luister, Mitchell, laat dit ja, afspreken. Ja, kun je wel lachen. Kom een keertje langs als jullie een keertje op zaterdag gespeeld hebben. Kom een keertje op zondag naar VTBL. Ja, wel met Andy samen. Ook nog voorwaarden ook. Nou, we zullen het zien. Heel veel succes morgen. Ja, Bologna. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, toppers. Toppers.